Wat zou het mooi zijn als we een gesprek met zo iemand, een postmodern iemand, kunnen voeren en we luisteren naar hen. En je proeft dat, hè, aan allerlei dingen. Ja, dit zijn mensen die toch wel duidelijk postmoderne invloeden hebben ondergaan. Dat je kan zeggen, joh, luister eens, komende zondag hebben wij dienst. Kom naar de kerk, ga zitten. Misschien begrijp je niet zoveel van de preek, geef niks. Maar ga daar zitten en ervaar eens wat christenen ervaren als zij samenkomen op een zondag. Dat zou mooi zijn. Spreek ze aan op die emotie, op dat gevoel, op de ervaring. Kom erbij zitten en je zult ervaren, daar zijn mensen samen die dit het middelpunt, het zwaartepunt van hun leven vinden. Maar ik denk dat we dat niet zo vaak doen, hè? Waarom niet? Omdat onze diensten, ik spreek maar in een wat ruimere zin van het woord, omdat onze diensten daar helemaal niet zo goed in zijn. Omdat heel vaak de preek toch bij ons gaat over dat ene, dat persoonlijke, dat individuele. Wij zelf, als christenen, wij zelf ervaren, laten we maar eerlijk zijn, onze persoonlijke, onze eigen gemeente ook lang niet altijd als een warm bad, zeg maar. Als een vriendengroep, als een gemeenschap van verbondenheid en liefde. Toch? Soms hoor je wel eens dat mensen zeggen, ja, ik ben naar de kerk geweest, het was zo bijzonder vanmorgen. Het was alsof de dominee voor mij alleen preekte. Oh, is dat dan zo'n goed kenmerk? Lijkt me niet. Je bent toch samen gemeente? Het zou toch veel mooier zijn als je zegt, het was vanmorgen zo bijzonder. Het leek wel alsof de dominee voor iedereen preekte. Ja, dat moet hij ook doen. En we moeten het ook als gemeente zo ervaren en we moeten het zo voelen. Maar ja, als wij het al zo niet ervaren, hoeveel te meer zal een postmodern iemand daar komen en het helemaal niet zo voelen. Wat ik zo graag zou zien, hè, is dat postmoderne mensen naar onze gemeente komen en daar gaan zitten en misschien inderdaad lang niet alles van de preek begrijpen. Hoeft niet. Maar dat ze wel zeggen, deze mensen die hier zitten, zijn authentiek. Ja, dan kun je snel zingen, dan kun je langzaam zingen, dat maakt allemaal niet uit, maar ze moeten voelen, deze mensen zijn authentiek. Dit is voor hen belangrijk. Ik snap niet waarom, maar dit proef ik, die mensen zouden dit voor geen goud willen missen. Die zondagse diensten, dat samen zijn, die ontmoeting, de hartelijkheid, de gemeenschap, dat zou ik ook wel willen. Laat ik het vanmorgen duidelijk zeggen. Als dit ontbreekt, zijn wij niet in staat om postmoderne mensen het evangelie te verkondigen. Als dit in onze diensten afwezig zijn, is al onze moeite richting postmoderne mensen tevergeefs. En ik weet het, ik ben stellig, maar ik wil dat vanmorgen wel duidelijk gezegd hebben. Waarom is het zo moeilijk om postmoderne mensen te benaderen? Omdat we misschien zelf als christenen, als gemeente, zo weinig hebben van de vrucht van de geest, van mildheid, vriendelijkheid, blijdschap, geloof, zelfbeheersing, geduld. Hoe komt het dat evangelische gemeenten wel die mensen bereiken? Misschien wel omdat ze veel hartelijker zijn. In de diensten, rondom de diensten. Omdat mensen voelen dat ze daar welkom zijn. Dat ze daar aandacht krijgen. Dat ze liefde krijgen. Dat ze gastvrij onthaald worden.